bronsmeisje is Sophia. De prijsmeisje is Noah. Hier op de tweede is Noah. Sorry. Juist. Een stukje naar voren. Juist. Goed zo. Heel mooi. Ziet er heel mooi uit. Dankjewel. En dan krijgen we nu het volgende bruidje. Esther van der Velde. Nou, die kent u ook allemaal, hè? Esther van der Velde. De jurk is van een dochter van Ket. En dat is de vrijwilligste Ams van Tol. Nou, die jurk, het patroon van de jurk is uit 1800. Die is dus zelf gemaakt, deze jurk. Het is lila taftzijde. Er is in getrouwd in 2004. Mooi, Esther. Dankjewel. Ja, een echt. De andere was allemaal namaak, maar dit is een echt bruidspaar. Linda en Arno Goossens. Goossen, zonder S. Ja, kom maar op hoor. Ja, dit is heel leuk. Zij zijn getrouwd in 2013. Kort geleden. Linda Koning is getrouwd met Arno Goossen. Maar jullie schijnen haar allemaal hier nog Linda de Koning of Koning te noemen. Ja, ze heet toch echt Goossen hoor. Maar ja, wat zin in neemt, ze blijft dezelfde toch. Ze blijft even lief en aardig. Als een beetje maar na. Zo is het. Daar gaat het om. Nou, het feestje is geweest bij Onder Ons, lees ik hier. En Bruun van der Staat heeft het huwelijk gesloten. Ja, dat is ook een bekende van de Zonnebloem. Daar kennen wij hem van. Leuk. Oké. Dank jullie wel. Heel leuk. Ik krijg zo een handtekening van me, hoor. En dan gaan we op naar de laatste bruid, Suzanne de Jonge. Suzanne de Jonge. Suzanne draagt een strapless jurk met een vetersluit. Ooit getrouwd op 14 januari 2014. En we willen Suzanne nog even heel hartelijk danken voor alles wat ze heeft gedaan in de feestcommissie. Een heel groot applaus mag ze daarvoor hebben. Zonder Suzanne waren jullie allemaal niet geweest nu. Als bruid en bruidegom. Thank you.
Mooi. Nou, dank jullie wel. Maar ik denk dat jullie eigenlijk wel kunnen blijven staan. Want ik ga alle bruidjes oproepen om hierheen te komen. Ik wil alleen maar dames eens. Grapje. Zeker. Ik ben een beetje naar voren. Mirjam. Er is nog een
Die had hij aan. Dat was wel een leuke tussen. Ja, mag ik je deze roos aanbieden? Ja. Ja. Denk niet zo goed om de ja. Geef die roos maar zo lekker. En hebben jullie genoten? Ja, dat was leuk hè. Leuk hè. Zoveel bruidjes zie je niet vaak op één dag hè. Ja, en die bruidegom, hoe vaak is die nou al? Daar zijn wij blij mee, want daar doen we het voor. En we vinden het zelf ook heel leuk, maar we doen het voor jullie. En hopen dat jullie er veel plezier aan hebben. Hartstikke leuk. Jullie het ook naar je zien gehad? Kun je het goed zien zo? Ja. Oh, fijn. Heel fijn. Heel fijn. Zo moet het ook. Leuk. Heel leuk. En meneer ook genoten? Ja. Waar ben je nummer 1 in geworden? Ja, daar staan we op met z'n drieën. Medaille, u bent de oudste hier. En hoe jong bent u? 102. Meneer Mensert is 102. Jeetje, wat mooi hè. Natuurlijk als nou, daar moeten we een applaus ja. hè. 102. Prachtig. Nou, als laatste willen we natuurlijk ook Annemarie bedanken. Als lady speaker. Ze heeft heel goed gedaan. Ik vond het ook heel leuk. Ik vond het echt heel leuk om te doen. En om jullie lachende gezichten allemaal te zien, dat vind ik heerlijk. Ja. Heel leuk. Ja, ze heeft dankjewel. Heel veel verteld van de jurken. Nou, Annemarie, kijk, ook een mooie roze voor jou. Dankjewel, Anna. Dankjewel. En dan hebben we nog de fotografen.